Wij zijn een groep jonge christenen die hier in Krimpen bij elkaar komen. Samen bidden, samen bijbelstudies doen. En we hebben het verlangen om samen ook het evangelie in deze wereld uit te dragen. Als we zien de tijd waarin we leven, de duisternis om ons heen, veel lauwheid, hebben we het verlangen om het evangelie, het woord van God, ook echt te laten klinken. En daarom willen we in deze zomervakantie een evangelisatie en appelweek houden. Hier in het centrum van Krimpen. Om met elkaar na te denken over het woord van God. En het thema wat we eigenlijk willen gaan behandelen is Hij komt. En dat is een enorm belangrijk thema. Als we beseffen wat dat betekent. Dat Jezus Christus terugkomt. Op de wolken van de hemel. Zoals we ook lezen wat Jezus zelf gezegd heeft. In Matteüs 24 zegt hij. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst zijn van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze gaven het een huwelijk en ze namen het een huwelijk. En niemand verwachtte het totdat die dag aanbrak en daar de zondvloed kwam. En zo op dezelfde wijze zal ook de dag zijn van de Zoon des Mensen. Als we even nadenken in wat voor tijd Noach leefde. In de tijd vol van goddeloosheid. God was het zo zat. De goddeloosheid van de mensen. En hij wilde er een einde aan maken. Maar Noach die vond genade in de ogen van de Heer. En hij ontving de boodschap van God dat hij een ark moest bereiden. En dat deed hij ook. En ik geloof absoluut dat Noach veel gelach en veel spot te horen gekregen heeft. Iedere keer als de voorbijgangers langs hem kwamen en hij was aan het bouwen. Dat ze aan hem vroeg, wat ben jij aan het doen? En dat hij vertelde van, nou, ik ben een ark aan het bouwen, want het gaat regenen. En dan komt de zondvloed. En de mensen dachten natuurlijk dat hij krankzinnig was, dat hij gek was. En ze lachten hem uit. En hij zal overal wel spot en hoon gehoord hebben. Maar ik denk ook dat er een groep mensen was in de dagen van Noach, die eigenlijk uit hetzelfde geslacht kwamen, het geslacht van Seth. Die wel degelijk wisten dat er een God is in de hemel. En dat Adam en Eva werkelijk uit het paradijs verdreven waren. En dat er een vloek op de aarde rustte. En ze zagen ook wel de goddeloosheid van de mensen. Maar uiteindelijk, zoals Noach, die vonden ze toch ook wel te extreem. En misschien diep in hun hart geloofden ze wel wat hij zei en wat hij deed. Maar ze hadden eigenlijk zichzelf er niet voor over. En wat voor geloof is dat? Als je het wel gelooft, maar het niet uitdraagt. Als je de boodschap van Noach wel hoort, maar eigenlijk niet zelf je spullen neerlegt en zegt, als dat waar is, als die boodschap van Noach echt waar is, dan moet ik ook mijn spullen neerleggen en hem mee gaan helpen om samen die boot te bouwen. En ik denk dat de mensen uiteindelijk zichzelf er niet voor over hadden. Ze wilden niet deel hebben aan de spot en aan de hoon van Noach. En daarom geloofden ze het misschien wel in hun hart. Maar lieten ze het na om werkelijk mee te bouwen. En uiteindelijk resulteerde dat ze ook niet behouden werden. Dat ze ook meegingen, ten onder gingen in de vloed die kwam. En Jezus die zegt, zoals de dagen van Noach zijn, waren, zo zal ook zijn de dag van de Zoon des Mensen. Dus wat Jezus over Noach zei, dat zal ook opnieuw gebeuren. Opnieuw zal Jezus komen. De mensen weten het niet. Ze eten, ze drinken. En ze doen alles wat ze maar fijn vinden. En er zijn echt veel mensen, vooral in Nederland, die wel geloven dat die dag aanbreekt. Maar wat doen ze? Uiteindelijk schamen ze zich ervoor om ook daadwerkelijk te verkondigen dat die dag spoedig zal aanbreken. En ze zijn niet als Noach, die smaad en spot wilde leiden voor zijn eiland. En dat is eigenlijk aangrijpend. Ik moest denken aan een voorbeeld. Stel je voor, je bent op vakantie. En je loopt daar alleen een wandeling te maken. En je komt daar een spoorwegovergang tegen en je ziet iemand midden op de spoorwegovergang staan. Een jonge man. Hij staat met een iPhone in zijn hand. Oordop in zijn oren. En hij staat daar waarschijnlijk muziek te luisteren of wat dan ook. Hij is helemaal van de wereld. Hij is helemaal gefocust op zijn mobiel. Maar jij staat daar vlakbij en je ziet in de verte zie je een trein aankomen. Met razende vaart. En je schrikt. En wat doe je dan?
Stel je voor dat je gewoon zwijgt. Niet zou roepen. Niet zou schreeuwen. Niet met je armen zwaaien van ho, stop, kom een trein aan. Maar je zou gewoon je armen over elkaar doen. En je zou gewoon kijken en afwachten wat er uiteindelijk gebeurt. En nog geen 3 seconden later is daar frontale botsing. En is die jongen vermorzeld door de trein. Dat zou aangrijpend zijn. En stel je nou eens voor dat er 300 meter achter je 2 politieagenten stonden. Die het hele schouwspel gezien hebben. Die ook gezien hebben dat jij het zag, maar hem niet waarschuwde. Dat jij hem niet riep. Dat hij zich uit de voeten moest maken. Maar dat jij je arm over elkaar deed en toekeek hoe de trein die jongen verpletterde. Wat een aanklacht zou dat zijn. Ik weet zeker dat je dood door schuld op je geweten hebt. Maar zo is het ook nu. Als wij weten dat de dag van de Zoon des Mensen aanbreekt. En wij getuigen niet in deze wereld. Dan komt het op onze rekening te staan. Dan zijn we net als die jongen die zijn armen over elkaar deed. En gewoon het liet gebeuren. Zal je dan behouden zijn? Ik vraag me af. Christendom is niet geloven dat je naar de hemel gaat. Christendom is geloven dat Jezus Christus op een dag terugkomt. En dat getuigen in deze wereld. De reddende boodschap van het kruis. De reddende boodschap dat zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. En dat hij bereid is om ook jou te redden. Die boodschap moet elke christen in deze wereld uitdragen. Getuigen. Jezus heeft het gezegd, gij zult mijn getuige zijn. En daarom hebben wij het verlangen om getuige te zijn, ook hier in Krimpen. Jezus zei het tegen zijn discipelen, dat ze uit moesten gaan. Beginnende vanaf Jeruzalem. Om een getuige te zijn in deze wereld. En daarom willen we hier ook beginnen. Om het evangelie van Jezus Christus te laten klinken. Ben jij erbij? Of ben jij net als diegene die zijn armen over elkaar doet en toekijkt? Geloof je wel werkelijk dat die dag komt van vuur waar Jezus over sprak? De dag die komt brandend als een oven, waarin alle goddeloosheid en allegenen die onrecht doen verteerd zullen worden. En zullen op die dag alleen de rechtvaardigen overblijven. Alleen degene die zich werkelijk overgegeven hebben aan hem. Die net zoals Noach in deze wereld de proclamatie van hem hebben laten klinken. Er is geen plaats voor mensen die hun mond houden. Die gewoon hun medemens verloren laten gaan. En die gewoon hun medemens de vernietiging in zien gaan zonder dat het hen aangrijpt. Zonder dat ze bidden. Zonder dat ze worstelen. En daarom is dit een oproep naar jou toe. Ben je bereid om het evangelie te delen in deze wereld? Om pal te staan voor de waarheid. Dat Jezus Christus Heer is. Ja, en tot slot wil ik je vragen. Als je werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonde vergeven heeft. Leef er dan uit. Volg hem. Hij zegt, wie achter mij wil komen, verloochent zichzelf, neemt zijn kruis dagelijks op en volg mij. Wees een getuige in deze wereld.